In deze video gaan we kijken hoe je de firmware van je camera kunt updaten. Het hoe en waarom van firmware, dat lees je in het artikel op Eosine waarvan je het linkje onder deze clip vindt. In deze video gaan we gewoon kijken naar de fysieke handelingen die je moet doen. En wat mij betreft begint dat op de Canon site, canon.nl/support/. Dat zie je daar linksboven. Want daar krijg je een invoervak voor het model van je camera. En in dit geval gaan we de EOS R6 gaan we updaten van firmware op 2 december 2021. Is daar iets bijgekomen voor wat betreft de autofocus. Hè. Je, in plaats van dat je alleen mensen en dieren kunt selecteren als voorkeur, kun je ook nog voertuigen als voorkeur opgeven. Maar goed, dan moeten we wel de firmware voor updaten. En wanneer we EOS R6 intikken, dan komen we op de pagina van de EOS R6. En daar zie je firmware staan. Dus daar klikken we maar eens op. En zie je dus de bekende firmware. En in dit geval moet dat versie 1.5 zijn. Ja, ik heb dan een Windows computer. Dus dat wordt een Windows download. Dus ik klik op downloaden. Hij vraagt nog wat dingetjes. En dan wil hij een plaats hebben waar hij het kan wegzetten. Nou, dat doen we gewoon maar even op het bureaublad. Want die gaan we later gebruiken om te unzippen, want het is een zipbestand, en op het geheugenkaartje te zetten, want we gaan de firmware update doen vanaf een geheugenkaartje. Dus we klikken maar eens op opslaan en in principe is het al gedaan en we gaan maar eens even kijken waar het bestand zich bevindt. Hier zijn we op het bureaublad en daar zien we ook het zipbestandje staan, EOS R6 versie 1.5.0/win. Dus dan weet je dat het over een Windows bestand gaat voor die update naar versie firmware 1.5. En het is een zipje, dus dan klik je rechts. En ja, afhankelijk van wat je op je computer kunt staan, heb je ergens uitpakken. Nou, ik heb hier uitpakken. Dat doe je dan. En dan zet hij de twee bestandjes op je bureaublad erbij. Het EOS R650.fir bestand, F-I-R, dat is het bestand waar de firmware in zit. Het mapje wat erbij zit, Update Procedure, ja, dat is de map waar allerlei uitleg in staat en die staat in het Engels. Daar kun je zeker nog een keer in kijken, want er staan ook wat voorwaarden bij. Dus ik zou zeggen, kijk er toch even naar. Wat erin staat probeer ik nu uit te leggen, dus misschien kun je ook gewoon het filmpje blijven volgen. En ja, vervolgens moeten we eens even naar de camera, want ook daar moeten we een paar dingen gaan doen. Hier zijn we bij de camera, achterop die EOS R6. En je ziet links het geheugenkaartje, moeten we erin doen. Een geheugenkaartje, maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het is, maar redelijk recent. En ja, dat moeten we gaan formateren. Voordat we dat gaan doen, even opletten, de batterij die je gebruikt, dat zie je hier links onderin, ja, die moet helemaal vol zijn. Want stel dat er tijdens die update, en dat kan even duren, ja, de batterij leeg raakt, dan wordt de update niet afgerond. Ja, dan heb je wel een probleem, dan moet je naar een servicecenter. Het blijft altijd, daar zul ik straks waarschuwingen zien van, blijf van alle knopjes af. Moet je ook doen. Ja, het blijft toch wel een bijzonder iets, want je doet het niet elke dag. En het kan heel erg misgaan, maar de kans erop is heel klein. Dus niet wanhopen, het gaat allemaal lukken. Maar begin in ieder geval met een volle batterij. En we moeten gaan formateren, dus we drukken even op menu. We zien kaart formateren, er zit één kaartje in. Zegt hij formateren en ik zeg oké. En dat is nou gebeurd. Goed, we hebben het geformateerd en we gaan maar eens op de computer kijken wat we dan te zien krijgen. Want we gaan hem nu in een kaartlezer stoppen. Goed, op het moment dat je het geheugenkaartje in die kaartlezer stopt, en of dat een losse kaartlezer is zoals je net hier gezien hebt, of een ingebouwde kaartlezer, dat maakt niet zoveel uit. Hij verschijnt in Verkenner of in Finder als EOS Digital, schijf H is dat bij mij. En ja, daarin zie je dan twee mapjes, DCIM en MISC. En je zou verwachten dat die, wanneer je het geformateerd hebt, dat het helemaal leeg zou zijn, maar dat is dus niet zo. Wat wel leeg is, die mappen, hè, wat, die zijn wel helemaal leeg. Dus er staat echt geen één bestand op. Ja. Maar er staan wel mapjes op. Maar die mapjes, daar moet je even niks van aantrekken. We gaan op het bureaublad kijken we naar dat EOS R650.fir bestand. Want dat is het firmware bestand. En dat slepen we dan in die map op de root. Dus niet in die mapjes, hè, zoals je het nu ziet. DCIM mapje, MISC mapje en daaronder het EOS firmware bestandje. Je ziet ook maar, het is bijna 48 kb groot, dus maar een heel klein bestandje. Maar er zit al die informatie in die de camera nodig heeft. Dus nu we dit gedaan hebben, hebben we de firmware bestand op de kaart gezet. En die gaan we nu in de camera stoppen. Goed, we zijn dus nu terug op de camera. Je ziet het kaartje zit er al gedeeltelijk in, waar we net het firmware bestandje opgezet hebben. Dus dat doen we maar eens in de camera. Zo, de camera schakelt vanzelf even aan.
En ja, we moeten dus nu dat bestand op een bepaalde manier gaan installeren op de camera. Nou, we drukken even op menu. We moeten in het gele menu moeten we even kijken. Dus we gaan even op zoek naar firmware. En we zien daaronder staan firmware 1.4.0. Oh, misschien moeten we nog eens even iets anders doen, want het gaat hierbij om de autofocus. Je ziet nu dat hij mensen kan detecteren, dieren en geen prioriteit. En er zou straks voertuigen bij moeten staan. Dus we gaan weer even terug naar de firmware. Nou goed, dat is dus die firmware. Je hebt het geselecteerd, je ziet dat het 1.4 is. We gaan 1.5 installeren. Je drukt op de setknop. Dan zie je, je kunt firmware van camera en lens doen. Nou, in dit geval de camera. Klikken we op. En dan zegt hij, huidige firmware is dat niet dat. Goed, je zegt, nou, ik wil dat updaten. Dan zeg je, oké. Dan gaat hij op het kaartje, op de root van dat kaartje, op zoek naar dat firmbestandje. Dus dat duurt even. En dan zegt hij, hey, ik heb daar gevonden EOS R650.vir. En dat is precies wat we erop gezet hadden. Nou, dat is prima. Je drukt op set, want dat willen we. Zegt hij, nou, moet ik het updaten? Nogmaals, het grappige is dat oké staat hier niet helder. Je denkt dat het niet actief is, maar dat is het wel. Kijk, want we gaan... Je moet dus... Kijk, je kunt het niet met je vinger... Je moet het met deze knop doen. Zo, oké. Dan druk je hierop en dan zegt hij, updating now. 0% done. Zegt hij, warning, do not turn off the power switch and don't touch any buttons. En dat gaan we dus ook doen, we blijven er gewoon even vanaf. Misschien speel ik het even snel door, dan hoef je niet al die tijd te wachten. Ik zal uiteindelijk aangeven hoe lang het ongeveer geduurd heeft. Maar hij is dus nu bezig om de firmware te updaten. Goed, we zijn bijna aan de 100%. We zijn ook 6 minuten verder. En dan zegt hij van nou, update is complete. We drukken op oké. En hij schakelt uit. Wat ik altijd zelf even doe, is de camera uitzetten. En weer terug aan. En om te zien of alles goed gegaan is, druk ik even op menu. Nou, ik zie in ieder geval dat de firmware op 1.5 staat. Dus dat is veelbelovend. En nou, waar kunnen we het nou al zien? Nou ja, heel vaak zie je het niet, want het zijn allemaal bug fixes, zoals ze dat noemen, hè? Kleine dingetjes die verbeterd zijn. Maar in dit geval zou in de autofocus bij te detecteren onderwerp en mensen, zou voertuigen bij moeten komen. Je ziet zelfs, het is een heel compleet ander menu. Je ziet hier, dit is zelfs wat ik op de EOS R3 gezien heb. Je ziet mensen, je ziet dieren en je ziet voertuigen. Dus ja, zo zie je dus dat de firmware, nou soms hoef je het niet te updaten, want ja, dan zijn er maar hele kleine dingetjes verbeterd. Maar wanneer er zoiets toegevoegd wordt als voertuigen in het te detecteren onderwerp in je autofocus systeem, ja, dan is het toch wel zinvol om te doen. En nou ja, hier heb je gezien hoe het werkt. Dus ik hoop dat het jou ook gaat lukken en dat je daardoor meer plezier hebt van je camera. Tot zover. Tot slot nog een stapsgewijze samenvatting die je ook onder deze clip vindt in de beschrijving.